Ik ben Alexander Doorn, kom uit Amersfoort, ik ben 47 jaar en ik heb in 2019 aan 11 loopevenementen meegedaan van Run 033. Mijn favoriete looprondje is hier bij het Eemmeer. En vooral omdat je een hele wijdse blik hebt, zeg maar. Bootjes, geen bootjes, windstil, vogels, natuur. Het is gewoon heel gevarieerd. Ik loop veel evenementen in de regio bij Run 033, omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En dat het ook interessant is, zeg maar, voor degenen die niet heel snel zijn, dat ik toch een goede placering in het klassement zou kunnen krijgen. Ja, en zelfs als je niet zo snel bent, kun je toch leuke prijzen vinden. Zeg maar. En ik heb al meer als aan 10 evenementen meegedaan. En vandaar deze prijs. Ik begon met hardlopen 5 jaar geleden ongeveer. En het is eigenlijk begonnen, zeg maar, met de Hooglandse dorpsloop. En dat mijn dochters elk jaar meededen. En het begon in maart een stukje te lopen en zo. En dan ging ik ook een beetje meelopen, kilometertje en zo. En op een gegeven moment was die geweest en dan stopte ik elke keer weer. En op een gegeven moment zeg ik, ja pap, je moet ook een keer beginnen. En toen ben ik 5 jaar geleden begonnen. En toen dacht ik, als ik mee ga beginnen, dan... En ik ga het leuk vinden, dan gaat het echt wel serieus worden. En dan, dan gaat het wel groter worden, zeg maar. Nou, dat is dus inderdaad... ik heb begonnen leuk te vinden en het is inderdaad veel groter geworden. Ik vind de leukste hardloopwedstrijd in de regio vind ik de halve van Nijkerk. En dan met name de halve marathon. Omdat die één hele ronde heeft. Ja, een kleine ronde en een hele ronde. Maar dat kom je echt buitenaf. Het is wel heel gevarieerd parcours. Ja, ik doe vaak mee met mijn dochter aan evenementen. Dat is gewoon, we vinden het allebei leuk. En op die manier stimuleer je elkaar ook en help je elkaar een beetje in de wedstrijd. Ja, ik loop ook nog een aantal evenementen buiten de regio. Dus rond Harderwijk, Putten, Ermelo. Dat zijn ook een aantal loopjes waar ik wel regelmatig kom. Maar ik heb ook een aantal keer meegedaan aan de kustmarathon van Zeeland. En vooral dat het gewoon heel interessant en boeiend parcours is. Het is zwaar, zeg maar wel gewoon heel mooi, zeg maar. Het is gewoon één groot feest daar in Zeeland.